fotoshoot de waarde van 250 euro mag weggeven. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag 26 juni en ik heb vandaag voor jullie eindelijk weer eens een vlog. Zoals jullie wel weten vlog ik alleen als ik iets leuks ga doen. Vanmiddag om 3 uur hebben Tigo en ik namelijk een fotoshoot bij Picture People in Rotterdam met Alexandrium. En het leek me wel heel erg leuk om dat te gaan vloggen vandaag. Dus vandaar neem ik jullie vandaag gezellig een dagje mee. Ik heb net, zoals jullie misschien wel zien, mijn haar gesteld en ik heb geen make-up op, want dat gaan ze daar voor mij doen. Dus ik zou zeggen, doe alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze vlog. En blijf vooral gezellig vandaag verder kijken en dan neem ik jullie gezellig mee. Tigo en ik gaan trouwens volgende week vrijdag 7 juli op vakantie naar Bulgarije. 3 weken lang maar liefst. En doe even een duimpje omhoog als je wilt dat ik daar ook wat ga vloggen. Op dit moment draag ik trouwens dit shirtje van Zara en deze broek van Pull&Bear. Ik heb even snel maar wat aangedaan, omdat ik even kleding aan moest. Ik wil jullie even introduceren aan een hele leuke app genaamd Tappen. Tappen is een vlog-app die beschikbaar is voor Android en Apple. En wat nou zo leuk is aan de app is dat je niet hoeft te monteren. Dus dan ben je dus heel de dag aan het filmen. En Tappen monteert het dan voor je. En dan heb je een superleuke vlog. En dan kan je hem online zetten. En dan kunnen allemaal mensen jouw vlog checken. Ik heb zelf ook een Tappen-account, namelijk ThinksJuliaLoves. Dus het zou superleuk zijn als je mijn vlog checkt en me natuurlijk gaat volgen. Dus misschien wil jij ook wel beginnen met vloggen, maar vind je het nog bijvoorbeeld een beetje moeilijk om te editen? En wil je er eerst nog een beetje mee experimenteren, dan is Tappen echt een aanrader. En ik vind het zelf een hele leuke app. Dus wil je deze app nou ook downloaden? Alle linkjes staan in de beschrijving. En dan klik je erop en dan kun je hem downloaden. Tigo heeft nu even een eitje gebakken. Dus dat gaan we nu even opeten. En dan moet ik even snel nog mijn koffer inpakken. And then we're going. En we hebben weer eens wat meegemaakt. Het is hier super irritant met de busaansluiting. Ik zal het even uitleggen. We hadden bus 295. En dan moesten we hier bij Loperkerplein overstappen. Maar die bus was dus een paar minuten te laat. En omdat ze zo dicht op elkaar zaten, was die bus er net een paar seconden vandoor. Dus we moeten weer een kwartier wachten. En nu komen we te laat. Gouda. We hebben gewoon keihard gerend met die koffers. En hij gaat weer voor ons neus weg. Dus nu komen we echt een half uur te laat. En ik schaam me echt dood. We hebben even wat drinken gehaald. En een croissant. Echt niks zit mee. Ik had vanochtend had ik ook al kokend water over mijn hand laten vallen. En toen brak mijn thermobeker. Omdat die van glas was. En het is niet eens de 13e vandaag. We zijn dus eindelijk aangekomen. En volgens mij ga ik straks in make-up. Heb je wel eens eerder een fotoshoot gedaan? Nee. Oh. Ik moet er echt van huilen als iemand dat doet. Ik kan het niet. Zoals jullie zien ben ik opgemaakt en dan gaan we nu beginnen met de fotoshoot. En ik heb er heel veel zin in. En ik ben een beetje zenuwachtig, want ik heb dat nog nooit gedaan. Dus ja, we gaan zien hoe het afloopt. Dan mag jij de achtergrond staan. Dat is zeg maar, één arm zo heel klein, maar een andere heel klein. Zo. En dan heb jij iets meer in je hoekje. Sorry. Dan heb je iets meer naar voren. Dus wel gaan we rechtop. Waar moet twee kijken? In de kamer. Andere setting bouwen. Ja, dat is straks een zwarte broek, Tigo. Nee, dit zijn een soort. Dan mag je op zijn rug gaan zitten. Dan heb je wel op je knieën bij. Zo? Ja, en dan één oude hoek mee. En die andere. Ja, zo. Gaan nu de foto's importeren op de computer en daarna mogen we het zien over een kwartier. We gaan ons even omkleden, want we hebben het heel erg warm. En ja, ik ben heel benieuwd. Oh.
de foto's doorlopen en ze zijn super mooi en echt heel leuk. Maar we krijgen dus ook een fotoboek met 21 foto's erin. Dus we waren net heel tijd aan het selecteren welke erin moeten. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat en ik ben echt super blij met de foto's. Heb ik goed gedaan. Het boek is af, dus ga even kijken. Daar is die, alsjeblieft. Ah, dat is leuk. Ja, dat is de USB. Oh, dat is de USB. Oh, kijk eens, zo grappig. Aan het boek. Dus als je zo de kaft tegenop aandoet, schuif ze er zo tussenuit. Dus je kan ze ook nog inlijsten in ophangen. Oh, dat is cool. Vet. Super bedankt. Graag gedaan. Vond heel leuk. Hier een beetje erbij. Dankjewel. Alsjeblieft, heel veel plezier ervan. Ja, dankjewel. Bedankt. We zijn bij Zuidplein en we zijn nu bij het Happy Mambo Sushi Restaurant. We hadden echt honger en opeens liepen we hier langs en het was helemaal niet zo heel duur. Dus we gaan nu even wat eten. Ik heb super veel zin in. Ik hou zo van sushi. I love it. Every day when the night falls and it's you. We zitten in de bus en ik heb nog steeds zin in sushi, want we hadden natuurlijk niet heel veel op. Oh, het was echt zo lekker. Ik hou van sushi. Maar als we straks met Tiro zijn, gaan we nog meer eten. Hallo allemaal, we zijn nu een paar dagen verder. Maar ik heb nog een hele leuke winactie voor jullie. Want ik heb dus een hele toffe fotoshoot gehad. En de foto's zijn super mooi geworden. Dus ik ben er heel erg blij mee. En wat nou het leuke is, is dat ik aan één van jullie een fotoshoot ter waarde van €250 mag weggeven. Maar je moet hier natuurlijk wel een paar dingen voor doen. Als eerste natuurlijk even een dikke duim omhoog geven bij deze video. Hier beneden in de reacties eventjes laten weten dat je meedoet. En natuurlijk even je e-mailadres erbij zetten. Want dan kan ik de winnaar natuurlijk een e-mailtje sturen. Wat je verder nog moet doen is abonneren op mijn kanaal. En Picture People en mij volgen op Instagram. Nou, nu denk je misschien, oh wow, dat is echt super veel. Dat ga ik nooit onthouden. In de beschrijving staan alsnog de voorwaarden. En dan staat natuurlijk alle linkjes er ook bij. Dus wil je nou deze super vette fotoshoot winnen? Doe dan vooral even mee. En ja, het lijkt me super leuk als jullie allemaal meedoen. Want fotoshoot is natuurlijk altijd super leuk. En dan wil ik bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop natuurlijk dat je het een leuke vlog vond. Laat even weten als je meer vlogs van mij wilt. En dan hoop ik je natuurlijk te zien in de volgende video. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Doei! You